Een noodverordening in Harderwijk. De burgemeester is bang voor confrontaties tussen tegenstanders van de verhuizing van Orca Morgan en de politie in Harderwijk. Een nieuwe norm op de snelweg is 130 km per uur. Op 60% van de snelwegen mag volgend jaar harder gereden worden. In Beuningen gaat een vuurwerkverkoper zelf voorlichting geven over het veilig afsteken van vuurwerk. Goedenavond, het nieuws van maandag 28 november. Uit angst voor mogelijke ongeregeldheden bij het transport van Orca Morgan is er een noodverordening in Harderwijk opgesteld. Er is vrees voor protesten en confrontaties tussen tegenstanders van het transport en de politie. Voor het Dolfinarium in Harderwijk, daar staat verslaggever Justin Hendricks. Ja, Justin, merk je al iets van deze maatregel? Nou, Marel, hoewel er nu op dit moment geen enkele actievoerder te bekennen is, hier staan ze hier toch echt wel op scherp. Ze zijn toch wel bang voor de protesten van die actievoerders. Er zijn veel veiligheidsmaatregelen genomen. De politie surveilleert extra. Er zijn dranghekken geplaatst en er zijn extra bewakers ingehuurd die zo nu en dan een rondje lopen om het Dolfinarium heen. Om te kijken of alles wel goed gaat, om alles in de gaten te houden. En er is natuurlijk die noodverordening die van kracht is. En dat houdt eigenlijk in dat de politie hier iedereen kan aanhouden die zich verdacht gedraagt. Nou, de burgemeester die zei daar vandaag het volgende over. Dan blijkt wel dat er mogelijk sprake zou kunnen zijn van protestacties tijdens het transport. Ja, en die willen we toch in die zin zo veilig mogelijk laten verlopen, dat transport. En vandaar deze actie. En dus rijden vandaag de politiewagens af en aan op de boulevard in Harderwijk. En er zijn dranghekken geplaatst bij de ingang van het Dolfijnenpark. Maar actievoerders, die zijn er niet. De noodverordening is een uitzonderlijke maatregel. Het maakt het de burgemeester mogelijk om in te grijpen en arrestaties te verrichten, als hij ook maar het vermoeden heeft dat de actievoerders de verhuizing van Morgan zullen dwarsbomen. Inwoners van Harderwijk vinden de maatregelen overdreven. Ik vind het wel een beetje opgeklopt, eerlijk gezegd. Je kan het een beetje overdrijven. Nou, ik veronderstel niet dat er hier echt honderden mensen komen om dat tegen te houden. Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van Harderwijk dat er een noodverordening van kracht is. De Orca-coalitie is verbaasd over de maatregelen en zegt het transport niet te zullen verstoren. Ja, Justin, en dan natuurlijk het grote geheim. Wanneer gaat Morgan nou op transport? Ja, dat is inderdaad het grote geheim. En dat zal het ook nog wel eventjes blijven. Want Dolfinarium wil daar absoluut niks over zeggen. Omdat ze de actievoerders niet in de kaart willen spelen. Maar alles wijst erop dat het transport toch wel snel gaat plaatsvinden. Want er is bijvoorbeeld al een cameraploeg van het Dolfinarium aangekomen op Tenerife. Om daar de aankomst van Morgan te filmen. En die noodverordening die van kracht is, die duurt ongeveer 2 dagen. Dus in dat tijdsbestek zal Morgan absoluut vertrekken richting Tenerife. Justin, dankjewel. Ja, en op Tenerife wordt gespannen naar de komst van Morgan uitgekeken bij het dierenpark Loro Park. Zijn ze er klaar voor? Well, I don't know exactly what's happening in Harderwijk, but I expect that everything is getting ready and the papers and the logistical aspect. So whenever everything is done, the movement will start. Wolfgang Kiesling, oprichter en eigenaar van de dierentuin, benadrukt dat Morgan niet om commerciële redenen naar Tenerife is gehaald. Het is gewoon het beste voor het dier, zegt hij. Het is niet omdat hij het zo graag wil. We have not been asking for Morgan. You will not find one letter or one phone call from me to ask, please send me or Morgan. No, this was a decision taken by people which knew what to do. De vrouw die samen met haar vriend verdacht werd van een moord op een 68-jarige vrouw uit Nijmegen is vrijgelaten. Ze wordt niet langer vervolgd voor betrokkenheid bij de moord. Haar vriend zit nog wel vast. In de nacht van 11 op 12 juni werd de 68-jarige vrouw doodgeschoten. De vrouw had het stel een postadres voor een uitkering verschaft, maar had dit opgebiecht aan de sociale dienst. Als het aan de minister van Infrastructuur ligt, mogen we het gaspedaal wat dieper indrukken op tal van snelwegen. De maximumsnelheid gaat omhoog van 120 naar 130. Ook op de nodige Gelderse snelwegen mag er harder worden gereden. De Gelderse Milieufederatie is tegen. Goed nieuws voor de haastige en razende automobilisten onder ons. Binnenkort hoeven we van de minister niet langer 120 te rijden, maar mag het best 130 zijn. De regering vindt dat de maximumsnelheid op minstens 60% van de Nederlandse snelwegen omhoog kan. Maar
niet iedereen staat te juichen bij de plannen. Nou, ik vind het een heel slecht idee. Als je weet dat we netjes proberen om in Nederland het milieu te redden, of in ieder geval beter te maken, dan moet je zeker niet harder gaan rijden. Het betekent gewoon meer uitstoot van schadelijke stoffen en dus meer geluidsoverlast. Maar de minister zegt dat het kan. Ze trekt 217 miljoen euro uit voor extra geluidsschermen, nieuwe borden en veiligheidsmaatregelen. Want de trend van steeds minder verkeersslachtoffers moet worden vastgehouden, aldus de minister. Even de situatie voor Gelderland op een rijtje. Op 4 Gelderse trajecten mag je binnenkort dag en nacht 130. Dat zijn de A18 en de A15 tussen Gorkum en Geldermalsen. En deze gedeelte van de A50 en de A73 bij Nijmegen. Alleen 's avonds en 's nachts mag je 130 op de A15 tussen Geldermalsen en Andelst. Dat geldt ook voor deze delen van de A28, de A1, de A30, de A12 en de A73. Voor de andere snelwegen in onze provincie, met name die rond de Veluwe, laat de minister nog een onderzoek uitvoeren of de snelheid ook hier omhoog kan. De Gelderse Milieufederatie ziet een verhoging van de snelheid hier helemaal niet zitten. En de Veluwe zit al aan zijn tax, dus het zal heel moeilijk worden om daar 130 te gaan rijden. De plannen moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. 350 biggen zijn gisteravond bij een brand op een boerderij in Vethuizen in de buurt van Doetinchem omgekomen. Het vuur ontstond in de schuur waar de biggen verbleven. De dieren stikten door de rook. Vandaag was het boerenerf nog steeds afgezet. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar het is niet buiten het erf verspreid. Een deel van het dak is ingestort. De brand brak gisteravond rond 10 uur uit. Doordat de schuur in een afgelegen gebied ligt, was het voor de brandweer moeilijk om aan voldoende bluswater te komen. Uit nood werd een put geslagen. En de brand was rond 11 uur gisteravond onder controle. De biggen zijn vandaag geruimd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Geen schokkende vuurwerkspotjes dit jaar op tv. Maar op school wordt als vanouds weer voorlichting gegeven over de gevaren van vuurwerk. En dat blijkt nog altijd nodig, want het aantal ernstige vuurwerkongevallen neemt ieder jaar toe. In Beuningen nam de plaatselijke vuurwerkverkoper het initiatief voor een voorlichtingscampagne op alle scholen in het dorp. Verwondingen die opgelopen zijn door het vuurwerk. En het kan nog veel erger. Het werkt altijd. Chockerende foto's van vuurwerkslachtoffers. De kinderen zijn behoorlijk onder de indruk van de verwondingen opgelopen bij het afsteken van vuurwerk. De eerste keer toen ze lieten zien wat je kon krijgen, dan zitten de vingers eraf. Dat was heel erg naar om te zien. Ja, er waren wel erge blaadjes bij met verwondingen van mensen. En het waren wel erg. Dus Gijsbert, die komt even voorbij lopen. En Mattie komt ook even naar de andere kant. Buiten krijgen de kinderen te zien wat de gevaren zijn van sterretjes. Met een kipkluifje wordt gedemonstreerd hoe snel je je daarmee kan verbranden. Want veel mensen zien sterretjes nog altijd als ongevaarlijk. Maar dat klopt dus niet. Kleuters die krijgen soms ook al sterretjes. Ja, dat wordt ook best wel gevaarlijk. Wat wist je dat die sterretjes zo heet werden? Nee, dat wist ik eigenlijk niet. Ik dacht maar iets van de 600. Nou, 800 graden zelfs. Uitkijken dus. Maar de brandweer in Beuningen maakt zich vooral zorgen over het illegaal vuurwerk. Want daarmee gebeuren vaak ernstige ongevallen. En daarom is goede voorlichting belangrijk. Al ontbreekt het daar volgens de vuurwerkverkoper soms wel aan. Ik ben al een paar jaar aan het zeuren om via Den Haag een stukje goede documentatie te krijgen. Wat wij bij zouden willen sluiten in de tassen die wij uiteindelijk aan onze klanten meegeven. Hoe kinderen of mensen veilig met hun vuurwerk om moeten gaan. En er is gewoon niks beschikbaar. En dus nam hij zelf het initiatief voor een voorlichtingscampagne. Alle scholen in Beuningen doen mee. Maar nu is het afwachten of de kinderen de lessen van vandaag ook toepassen tijdens Oud Opnieuw. Dat hoort wel een beetje bij ook, hè? Ja, dat hoort er heel erg bij, ja. Maar veilig. Ja. De Michelinsterren zijn weer verdeeld. Wie ze krijgt en wie ze verliest, dat ziet u zo meteen. De Gelderse PVV wil een integriteitsonderzoek naar gedeputeerde Koverdaas. De partij verdenkt de PvdA-gedeputeerde van fraude. 2 weken geleden eiste de PVV nog het aftreden van Verdaas. Hij zou niet in Gelderland wonen, zoals gedeputeerden moeten, maar in Zwolle. De PVV kreeg toen geen enkele steun van de andere partijen in provinciale staten.
Door een nieuwe scantechniek zijn hersenbeschadigingen eerder te zien. Dat blijkt uit onderzoek van twee Nijmeegse wetenschappers die promoveren op hun bevindingen. De nieuwe techniek, de Fusion Tensor Imaging, wordt uitgevoerd met een MRI-scanner en is preciezer dan andere technieken. Aandoeningen zoals dementie of Parkinson kunnen daardoor mogelijk eerder vastgesteld worden. De vraag naar personeel bij zorgorganisatie Zenzieren in de Achterhoek blijft de komende jaren toenemen. Door de vergrijzing groeit de zorgbehoefte, blijkt uit onderzoek. De vacatures zijn nu al nauwelijks meer in te vullen. Met zorg op afstand, via een beeldverbinding bijvoorbeeld, hoopt Zenzieren een groot deel van het probleem op te lossen. De vermoedelijke moeder van de baby die 2 weken geleden dood is gevonden in Zevenaar is vrijgelaten. Volgens de rechtbank is er geen kans op herhaling en is het dus niet nodig dat de vrouw langer blijft vastzitten. Ze blijft wel verdachte van kindermoord of doodslag. Uit politieonderzoek is gebleken dat de baby door een misdrijf om het leven is gekomen. Maar liefst 5000 mensen zijn afgelopen weekend in het uitgaanscentrum van Apeldoorn door de politie preventief gefouilleerd. Ze moesten door een detectiepoort en als die aansloeg werden ze onderzocht. 6 mensen hadden wapens op zak. De politie houdt de laatste tijd vaker dergelijke controles om uitgaansgeweld in te dammen. Julius Willen spant een arbitragezaak aan tegen zijn club AGOVV. De middenvelder werd uit de selectie gezet vanwege onprofessioneel en ongedisciplineerd gedrag. Willen is het daar niet mee eens en eiste in een brief opheldering van de club, maar AGOVV antwoordde niet. De schepen op de Waal bij Druten varen weer. Sinds 6 uur vanochtend worden schepen gefaseerd weer toegelaten. Een deel van de Waal was gistermiddag gestremd omdat er gezocht werd naar scheepsluiken. Die waren verloren door een schip. Omdat de grote aluminiumplaten mogelijk schade aan schepen konden veroorzaken, werd het scheepvaartverkeer stilgelegd. Omroep Gelderland kijkt binnenkort terug op het afgelopen nieuwsjaar. U als kijker kunt plaatsnemen op de stoel van de eindredacteur. Laat de nieuwsredactie weten wat uw meest indrukwekkende, ontroerende of gewoon leukste Gelderse nieuwsfeit van het jaar was. Surf naar 2011.gld.nl voor alle informatie. Hij is weer uit, de Michelin-gids. De waardering voor de betere restaurants. En Gelderland heeft in totaal 9 Michelin-sterren. Bij de Echoput in Hoogsoeren werd dat met het meeste enthousiasme gevierd. Want na jaren heeft het exclusieve restaurant de prestigieuze ster weer heroverd. Proost. Proost. Champagne al op de vroege morgen in restaurant de Echoput. Want hij is weer binnen, de felbegeerde Michelin-ster. Ruim 30 jaar voerde de Echoput deze eervolle ster. Maar na de verbouwing in 2004 was dat voorbij. Tot vanochtend. Ja, grote euforie. We zijn heel erg blij. Vooral ook omdat het bereikt is met een heel nieuw team, hele andere mensen. Dus het is fantastisch dat we weer een ster boven het pand hebben. Ja, ik had het niet verwacht. Wel gehoopt natuurlijk, maar... Vanochtend vroeg kregen we berichten binnen dat we de ster hadden. En dan ben je natuurlijk fantastisch blij dat het... dat hij binnen is. Maar wat is nou het geheim van de Echoput? Er wordt altijd heel veel focus en zeker in zo'n sterrenregen weer, dan ligt de focus heel erg op de keuken en natuurlijk gaat het ook om eten. Maar zonder goed gastheerschap draait de keuken niet. De truc is nu natuurlijk om de Michelinster te behouden. Maar er is meer ambitie. We waren al wel druk van om een ster te gaan halen, die was er altijd. En nu is die ster binnen en nu ben je op naar de tweede ster natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat we die morgen ook hoeven te overbruggen. Maar de beste manier om een ster te houden is om te streven om elke dag weer een stukje beter te worden. En met de Echoput zijn er in totaal 9 sterrenrestaurants in Gelderland. Het beste Gelderse restaurant volgens de gids blijft de Leest in Vaassen. Als enige Gelderse restaurant heeft de Leest 2 sterren. En naast de Echoput in Hoogsoeren heeft ook het Koetshuis in Bennekom 1 Michelinster. Harderwijk is de culinaire stad van Gelderland met 2 sterrenrestaurants, Basiliek en het Nonnetje. Restaurant De Kromme Dissel in Hilsum heeft voor het 41ste jaar een Michelinster. Andere Gelderse sterrenrestaurants zijn Le Maroen in Malden, Omundo in Wageningen en het Schultenhuis in Zutphen. En de Fuik in Aalst en de Stenen Tafel in Borculo, dat in april sloot, verloren hun ster.
Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voor de vorming van een nationale politie te zijn. Nu bestaat Gelderland nog uit 3 politieregio's die verdwijnen. Gelderland zou samen moeten gaan met Overijssel. De Tweede Kamer die debatteert op dit moment over deze kwestie. En op de redactie volgt verslaggeefster Maaike de Glee het debat. Ja, Maaike, is er vandaag nog iets bijzonders gezegd of is eigenlijk alles al in kannen en kruiken? Nou ja, daar ziet het wel naar uit. Een Kamermeerderheid lijkt toch wel voor die nationale politie te zijn. Een kanttekening is er echter wel. Dat er in zo'n groot korps namelijk minder aandacht zal zijn voor kleine regionale thema's. En vooral dat er aandacht zal zijn voor grote thema's zoals drugs en kinderporno. Maar wat is ook weer het plan achter dat nationale politie? Nou, het plan is dat er... Nu zijn er 26 politiekorpsen. Die gaan straks allemaal plaatsmaken voor 1 groot nationale politie. En die nationale politie zal weer bestaan uit 10 verschillende regio's. En die grootste regio die komt hier in Oost-Nederland. En die zal worden aangestuurd door een korpschef. En die korpschef zal waarschijnlijk zitten in Nijmegen. En die zal dus de dienst uitmaken voor 3,3 miljoen mensen. Het debat loopt op dit moment nog. Wordt er op het latere tijdstip nog een beslissing verwacht? Nee, er wordt nu vooral heel erg veel gepraat over hoe die nationale politie eruit moet komen te zien. Dan zal er ook later nog gestemd moeten worden door de Tweede Kamer en ook nog door de Eerste Kamer. En hoe het dan verder gaat doen, dan zijn we in ieder geval maanden verder. En het lijkt er toch wel op dat in ieder geval die nationale politie er gaat komen. Maaike de Glee vanaf de redactie, dankjewel. En dan krijgen we nog het weer. Dat krijgen we van Renier van den Berg. Een opmerkelijke foto van vandaag. Een zonnebloem met een strak blauwe lucht. Maar het is toch echt een foto die vandaag in Winterswijk kon worden genomen. Prachtig weer was het dus met temperaturen tot een graad of 10. En ook de komende dagen is het nog wel aardig weer. Ondanks toch wel geleidelijk aan meer stroming in de atmosfeer. Zondag passeerde er al een regengebiedje. Vervolgens die opklaringen en op de oceaan veel beweging, veel activiteit. Maar die storingen kunnen ons nog niet 1, 2, 3 bereiken. Dus het blijft nog wel aardig weer. Vandaag was het prachtig met veel zon, temperaturen van een graad of 10. Vanavond opklaringen die in de loop van de nacht plaatsmaken voor wat meer bewolking vanuit het zuidwesten. Maar het blijft droog en de temperatuur daalt naar zo'n 3 tot 5 graden bij een matige zuidelijke wind. En morgen op zich ook nog wel aardig weer. Een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Ik denk dat we het blauw zo af en toe wel te zien krijgen en dat de zon soms eventjes doorbreekt, maar er zal ook bewolking aanwezig zijn. Toch is die bewolking niet zo heel erg dik. Ik verwacht geen regen, kortom een droge dinsdag met nog altijd vrij hoge temperaturen van een graad of 10 en een matige zuidelijke wind. Op langere termijn, woensdag, de laatste dag van november, na regen in de nacht. Overdag wel vrij mooi weer met zonnige perioden. Maar dan donderdag 1 december regen, gevolgd door buien en nog meer regen. Soms vrij veel wind. Het enige dat niet verandert is de temperatuur. Het blijft voorlopig vrij zacht voor de tijd van het jaar. En tot zover het nieuws van vandaag. Iedereen die zich vreemd gedraagt in Harderwijk kan opgepakt worden. Daar geldt namelijk een noodverordening vanwege het transport van Orca Morgan. En het mag harder rijden op de snelweg. Vanaf volgend jaar weliswaar. Dan gaat de snelheid op 60% van de snelwegen omhoog naar 130 km per uur. Ik wens u nog een fijne avond. Geen hindernis.